Er gebeurden rare dingen bij de Doeklas. We gaan op pad met de overblijfspieten en we gaan zien waar Sinterklaas aan komt. Het Katwijk Actueel Sinterklaasjournaal met Elske van der Valk. Welkom bij het allereerste Katwijkse Sinterklaasjournaal. In dit journaal zie je tot en met vrijdag 15 november waar de Sint mee bezig is en hoe het met zijn overblijfspieten gaat. Wat die overblijfspieten allemaal doen zijn, dat zien we zo. Maar we gaan eerst even met de Sint bellen. Even kijken hoe het met hem is. Sinterklaas, hoort u mij? Elske, ben jij het? Dat is helemaal juist, Sint. U herkent me nog. Hallo Sint, hoe gaat het daar? Goed hoor, dank je. Ja, we zijn al lekker onderweg. En hoe gaat het met de voorbereidingen? Nou ja, ik moet zeggen, het gaat wel prima. Het loopt allemaal goed en we zijn natuurlijk onderweg naar Katwijk, dat weet je. En ik moet zeggen dat er hard gewerkt wordt om alles netjes op orde te maken voor de intocht zaterdag, hè, 16 november. Ja, heeft u daar wel een beetje zin in? Heel veel zin in. Ik kan niet wachten tot ik alle kinderen weer zie en alle lieve mensen in Katwijk en nou, jou natuurlijk ook weer in het echt te zien daar. Nou, dat wordt ontzettend leuk. Ik heb er heel veel zin in. En alles is al tot in de puntjes geregeld? Nou ja, puntjes. We hebben nog wel een klein dingetje. Even tussen jou en mij. Ik kan namelijk nergens slapen. Er is geen bed voor mij. Oh jee. Ja. En nu? Nou, daar zit ik wel een beetje mee. Dus ik dacht zo, kan jij niet iets regelen? Oh, nou dat weet ik niet hoor. Dat is wel een beetje lastig. Waar zou ik dat moeten regelen? Jij hebt toch contacten? Ah, dat is wel een beetje waar. Ik ga heel hard mijn best doen, Sinterklaas. Dat lijkt me een heel goed idee. Nou, dan heb ik voor jou ook nog wel een verrassing voor in je schoen. Dan terzijde tijd. Nou, dat zou heel leuk zijn. Nou, dat dacht ik wel. Komt goed hoor, Elske, komt goed. Nou, succes nog met de voorbereidingen. Ik neem aan dat u het heel druk heeft. Ja, we hebben het heel druk. Cadeautjes inpakken, pepernoten. Dat gaat ook hier op de boot allemaal door. Nou, succes en hopelijk spreken we elkaar snel weer. Ongetwijfeld, oké. Dankjewel, Sint. Doei doei. Goed hoor, dag Elske. Doeg. Dag hoor. Nou, vergeet ik helemaal Sinterklaas te bedanken. Want we hebben iets heel speciaals dit jaar. We mogen met de overblijfspieten op pad. En dat ging allemaal een beetje moeilijk, want het moest allemaal geheim blijven. Maar gelukkig is onze razende reporter Stefan heel goed in geheimpjes bewaren. We gaan kijken hoe het met Stefan en de overblijfpieten is. Hallo. 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 Misschien ben je dit niet helemaal gewend. Nee. Maar wij mochten een filmpje maken van de Sint. Oh. Weet je daar wat van? Nou, we zijn er heel druk bezig. Dat is waar ze wel over gemaild hadden. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, we zijn spullen aan het verzoeken, want we gaan zo dakcontrole doen. Er zijn een aantal nieuwe daken in Katwijk, of ze wel, voldoen aan de Sint-eisen. De Sint-eisen? Ja, dat de paard er niet doorheen zakt, Amerika en zo. Oh. En wij ook niet uitglijden naar beneden, kinderen wakker maken. Maar, heb je alles, Piet? Kunnen we niet even zitten eerst nog dan? Of, Nee, we gaan. Oh, andere Piet komt eraan. Oh, ja, net zoals die gaat, Piet. Ja, hij is al uit. Ja, wij hebben alle spullen. Dat is mooi. Voor de dakcontrole. Het waait wel hard voor de dakcontrole. Ja. Hebben jullie geen veiligheidsbriefing? Nee, die hebben we vanmorgen al gehad toen we uit bed kwamen. Oh. Ja, precies. Want we gingen doen. Uit bed kwamen, hè? Slapen jullie hier ook dan? Ja. Ja. Dat is de geheime locatie waar wij het hele jaar door zijn. Oh. Zullen we... Oké, en nu? We moeten nu naar met de bus. Ja, de dakcontrole, ja. Oké, ik volg jullie gewoon maar, denk ik. Ik heb alles. Ja, dat is goed. Ja, ja, heb je alles? Ja, alles heb ik. We kunnen gaan. We moeten nog wel die kruiwagen erin. Hier de... Ja, hij is dicht. Hij is dicht, ja. Ja. Oh ja, dat ging dat niet snel genoeg op het dak. Nee. Mag je nog een keer open doen, de kanting dan? Ja. Ja.
pepernoten. Ja hoor, ik lust altijd wel pepernootje dan. Ja. Jawel. Zo. Rustig aan de Piet. Piet. Ja. Ja, ja. Rustig aan. Ja, ja. Hoezo? Nou, als je peper overhaal, dan kan het vol. Oh. Ik ben vakken schrijven. Even een klein beetje remmen of zo. Hè? Even een beetje remmen. Oh, remmen. Jongen! Nou ja, we zijn hier eigenlijk het hele jaar moeten eigenlijk toch alle kinderen in de gaten houden en alle daken inspecteren. Er verandert zoveel. Daken inspecteren? Ja, of en de schoorsteen of ze een beetje schoon zijn. Schoon en zo. Zijn en of die daken nog stevig zijn. Er komt heel veel nieuwbouw. Alles verandert, straten veranderen. En ja, dan moet Sinterklaas moet overal wel van op de hoogte zijn. Ja, en er worden nogal een beetje kindjes geboren ook. Dus ook, ja, al ook. Die administratie. Daar zijn we niet bij hoor, bij de geboortes. Maar nee, dat... nee, ook niet stiekem omhoekje. Even kijken wie er nieuw is. En, Nee, vanaf een jaar of twee pas. Okay. Je zei dat het 6 jaar geleden is dat je in Spanje bent geweest. Ja. Kan je nog een beetje Spaans of is dat allemaal weg? Ja hoor. Ja, van voren. Por favor. Ja hoor. Hier is het, hè Piet? Ja, op het hoekje. 24, ja, ja, 24. Ja, oké. Okay. Even de bus daar maar even... Ja, die moet je dan even ergens parkeren. Piet. Ja? Je hebt hier een parkeervergunning nodig. Heb je die? Bezoekerspas. Ja, nee. Toch? Afgesproken, als we het speelgoedboek te neerleggen, dan mogen wij parkeren. Ja. Oké. Okay. Goed dat je het aangeeft ook. Piet, jij even ja? Zo? Hebben jullie ook zoiets als arbo-controle? Nou ja, Sinterklaas is altijd wel zuinig op ons, dus we moeten wel. Hij wil wel dat we veilig werken. Ja, oké. Okay. Dat dan weer wel. Ik ga toch wat sneller. Ja, voor de deur. Ja, even van wat de deur open. Nou, sleuteltje mee. Ja, en neem alles wel mee. Waar is Piet dan? Piet? Ja, ik ben hier al! Zit erop! Wat doet hij Hoe kom jij daar zo snel dan? Ik ben altijd snel, dat weet je. Jeetje. Jullie hebben een beetje doorgaan. Kom hier. De boel afzetten hier. Hou de deur dicht, dan zien we. Wat is dit allemaal dan? Je bent veel te vroeg. Ik zeg het tegen niemand, maar ik moet wel wat tegen mijn kinderen gaan zeggen zo. Piet, ja. Piet. Dat je maar controle van de dak doet. Je hebt toch zo'n contract? Dat als ze je zien dat ze... Ja, dat ze veel ja, dingen ja, nemen. Ja. Contract tekenen. Ja. Geheimhoudingsformulier. Oké. Ja, die hebben wij mee. Ja. Nee, ja, we proberen niet op te vallen. Nee. Meestal in donker en precies. Daarom hebben we ook wel onze eigen andere kleren een beetje aan. Ja, daar val je niet zo op natuurlijk. Nee. Nee, precies. Nee, ik zou jullie niet kunnen herkennen. Nee, dus, nee nou, ik herken hem ook soms niet. Nee. Dat is best wel moeilijk mee, hè, Piet? Ja. Soms wel. Ja. Ja. Jullie zeiden net al skypen met Sint. Ja, moet de informatie moeten we toch soms doorgeven. Ja, heb je niet al FaceTime dan? Een beetje nieuwer, een beetje... Nee, nou, ik krijg een iPhone gevraagd, Sinterklaas, vorig jaar, maar ik heb niet gekregen. Nee, maar ik geloof wel dat Sinterklaas wilde volgens mij wel een cursus gaan doen bij het KNO-gebouw de komende december. Ja. Dus al het budget gaat nu nog gewoon naar de speelgoed? Ja, meestal wel. Sowieso, ja. Nou, die formulieren, Piet, pak ze even aan. Ja. En je moet die pen denk ik even gooien, Piet. Nee, heb je hem? Ja. Goed zo. Even kijken hoor. Je mag het er met niemand over hebben. Oké. Je mag niet vertellen dat wij hier zijn geweest. Nee. En je mag ook niet vertellen dat wij hier de daken gecontroleerd hebben. Helemaal niks. Oké. Ja? Ja, ik ga tekenen. Mag ik tegen mijn kinderen zeggen dat je wel over bent gebleven? Ja, dat mag wel. Oké. Ja. Maar dan mogen de kinderen ook niks vertellen. Nee, oké. Prima. Zijn de daken rood? De dakpannen bedoel ik. Boudeaux-rood valt er ook onder, hè? Ja, hij is nog steeds wel rood. Ja, hij is wel glad. Oh, glad voor de hoeven van de gradatie. Gradatie? Ja, onglad ze zijn. Voel even. Ja, 2 denk ik. Oh, nou, 2 is goed. Dat ja. kan. Ja. Blijf op, Piet. Netjes naast elkaar. Ja, zoals ik kan zien wel. Piet, liggen ze naast elkaar. Mooi ja. Zo. Moet jij nog wat doen voor je stagemapje, Piet? Snelheid naar boven checken. Moet ik dan naar boven? Ja, ja, dat lijkt mij wel, hè? Dat lijkt mij wel. Ja, het gaat goed, Piet. Huppakeetje. Pieter, kom maar aan. Ik ben er bijna. Piet, ben er. Goed bezig. Ah, ja, stop de tijd. Keurig, Piet. Heb je snel gedaan. Huh?
Ja, ik heb ze toch snel gedaan. Jij was hier toch net? Nou, ik ben van het dak afgekomen. Maar... Nou goed, we moeten door. Piet, kom op. We moeten. We gaan weer verder. Ja. We gaan. Kom maar aan. Actie. Goed dat we weer in de studio zijn. Ik kreeg namelijk net een heel raar telefoontje van Lisanne. Zij werkt bij de Douglas en er zijn daar hele gekke dingen aan de hand. Even kijken of mijn reporter Stefan paraat staat. Stefan? Stefan, hoor je mij? Ja, Elske, volgens mij hebben we verbinding. Ik sta in het centrum van Katwijk bij Douglas Katwijk samen met Lisanne. En volgens mij heb jij Elske gebeld omdat je een probleem hebt. Ja, klopt. Ja, ik heb wat gevonden. Wat heb je gevonden? Een pijl. Een pijl? Ja, klopt. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Maar kan je het wel laten zien? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. Dit is hem. Oké, en nu? Ja, weet ik ook niet. Ik weet niet wat het betekent. Is het niet een vandaal geweest die vannacht lippenstift heeft gestolen uit jullie winkel en wat op heeft geklad? Nee, ja, dat denk ik niet, want niemand kan in de winkel komen, zou je zeggen. Dit is een mysterie op zichzelf. Ja, dat denk ik ook. En nu? En nu? Ja, ik weet niet anders dan dat dit gewoon een pijl is en eigenlijk die kant op richt. En de handjes erbij? Heel raar. Wat kan dit zijn? Nou, Elske, zoals je hoort, het is nogal een mysterie wat er hier in het centrum van Katwijk zich afspeelt. Ik weet het niet, Lisanne weet het niet. Maar Lisanne, wil je mij op de hoogte houden als je misschien meer weet? Gaan we zeker doen, we letten erop. Dankjewel. Terug naar jou, Elske. Nou ja, wat gek. Wat zou daar toch allemaal aan de hand zijn? We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Bedankt, Stefan. Wat we ook in de gaten moeten houden, is de aankomst van Sinterklaas. Want die komt al deze zaterdag. Om 2:30 is hij in de Zwijkom en om 4:30 is hij dan vervolgens in het centrum van Katwijk. En als het goed is, staat onze Stefan alweer in de Zwijkom. Stefan, ben je daar? Hebben we al contact? Ja, Elske, ja. Ik zie dat water achter jou, maar die boot van Sinterklaas is echt heel groot, hè? Gaat die boot daar wel doorheen passen, Stefan? Water? Ja, hier bedoel je. Ja, dat is water, dat klopt. Nou, ik denk dat het passen en meten gaat worden, want je hebt verderop een bruggetje. Maar het komt zoals elk jaar gewoon helemaal goed, denk ik. En wat denk je dat er nog meer te gebeuren staat in dat centrum, in de Zwijkom? Gaat dat een beetje goed allemaal? Ja, nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Het is elk jaar weer een verrassing wat er gaat gebeuren. Want ja, ik ben niet degene die het organiseert. Dat doen de Pieten en de Sint. Maar denk je dat hij het bescheiden gaat houden of gaat hij echt groots uitpakken dit keer? Ik zou je vertellen, elk jaar maakt de Sint er wat moois van. Hij pakt elk jaar uit. Dus dat komt helemaal goed. Bedankt Stefan, dat horen we graag dat hij groot gaat uitpakken. Doei! Bedankt Stefan, we gaan het zien hoe groot hij gaat uitpakken. Dit was hem alweer jongens, de allereerste aflevering van het Sinterklaasjournaal. We hebben voor het eerst weer even gesproken met de Sint. We hebben de overblijfpieten ontmoet. En we zagen dat er ook iets heel geks aan de hand is bij de Douglas. Hoe dat gaat aflopen, dat zien we misschien morgen. Tot ziens!